Philippe Cocu, assistenttrainer bij topclub PSV en het Nederlands elftal. Bekend met de wetten van de topsport. Volg je naast het profvoetbal ook nog andere sporten of disciplines? Nou, meer in algemeenheid misschien. PV, dat is andere sporten. Olympische spelen of sporten die uitgezonden worden, daar kijk ik wel naar. Maar ik blijf er niet voor thuis. En ik heb ook niet echt de tijd om alles te gaan volgen. Ik heb wel dat ik het voetbal van mijn eigen kinderen al probeer te volgen. Dat is al een moeilijk genoeg om te combineren met het eigen voetbal dat wij op PSV ieder weekend hebben. Maar interesse is natuurlijk niet alleen voetbalgericht, veldgericht. Voetbal zelf ook, in de zaal ook, met een vriendenteam. Ik vind basketbal ook een geweldige sport. Ik keek vroeger vaak naar de NBA. Ja. Maar, we moeten wel de tijd voor hebben. Dus zelf zaalvoetbal je ook, wat je net zei. Zijn er overeenkomsten tussen het veldvoetbal en het zaalvoetbal? Of vind je dat totaal andere takken van sport? Ik vind het persoonlijk wel andere takken van sport. Ik heb zelf wel heel erg moeten wennen toen ik weer in de zaal ging spelen. Ik wilde eigenlijk weer wat doen, maar ik had niet zo'n zin om op het veld te in de zaal proberen. Maar ik vind het wel een andere discipline, maar het heeft natuurlijk ook wel overeenkomsten. Bepaalde. Ja, zoals balbehandeling, techniek. Ja, oplossingen vinden in de kleine ruimte, snel handelen, inpassen. Dat zijn dingen die met veldvoetbal ook natuurlijk belangrijk zijn. En steeds belangrijker worden, omdat de ruimtes op het veld ook steeds kleiner worden. Ja, vooral als PSV natuurlijk en Nederland zelf, dat tegenstanders gaan zich toch ingraven, dus kleinere ruimtes. Ja, ja. In dat opzicht heb je wel raakvlakken, alleen de totale discipline vind ik wel heel anders. Bijvoorbeeld het omschakelen of wat ik zelf ervaren zou, het afstappen van een fout, dat is natuurlijk in de zaal wel snel dodelijk. Ja. Je hebt de afstanden aan de andere kant veel korter, afstanden om te schieten zijn kleiner. Ja. Dus er zijn wel zeker veel verschillen. Ja. In de zuidelijke landen worden jeugdspelers ook vaak geschoold in de zaal. Hè. Dus voorbeelden zijn Xavi, Iniesta, Ronaldinho en Robinho. Welke voordelen brengt zich dat? Ja, wat je net al zei, de kleine ruimte en de handelingssnelheid, maar ook techniek en tactisch? Nou, tactisch denk ik niet. Niet zozeer in ieder geval, maar zeker de technische onderdelen zeker. Het is ook absoluut niet verkeerd voor jonge spelers om in de zaal te trainen. Bij jeugdteams heb je het vaak ook in de wintertijden bijvoorbeeld, dat ze wel eens in de zaal gaan spelen. Dan zie je bij de allerkleinste, daar zie je echt zeker progressie in de tijd op technisch vlak, ja. Dat ze in de zaal hebben getraind. Het is wel anders, maar het bevordert wel de manier om je technische vaardigheden te verbeteren. Nou, dit zijn natuurlijk uitstekende voorbeelden van jongens die heel goed in een kleine ruimte kunnen voetballen, die balvast zijn, snel kunnen draaien. Nou, dat zijn dingen die in de zaal belangrijk zijn. Als je die onderdelen in de zaal kan gaan beheersen en dat kan projecteren op het veld, want daar gaat het om. Omdat het andere disciplines zijn, moet je eigenlijk beide kunnen. En als je dat kan, dan ik denk dat je op het veld ook succesvoller zijn dan in de zaal. Ja. Het is wel gebleken in het verleden met heel veel spelers dat het best moeilijk is. De voorbeelden zijn er niet veel van specialisten echt in de zaal. Dus spelers die in de zaal aan de absolute top zaten, die op het veld gingen proberen. Dat blijft toch een hele moeilijke combinatie. En dat geeft eigenlijk al aan dat er toch twee verschillende disciplines zijn. Maar een combinatie van zeker misschien op jongere leeftijd, zou je zeker kunnen helpen in een aantal opzichten. What?